Hoi allemaal, ik heb vandaag een Get Ready With Me filmpje voor jullie. En deze keer is hij wat anders dan de vorige keer, want ik heb hem iets meer zomers gemaakt. Echt voor de wat warmere dagen zoals vandaag. En ja, het is dus deze make-up look wat ik nu heb. En ook een haartutorial zit erbij. Nou is het heel vervelend, maar nu zag ik toen ik mijn haar helemaal had gedaan, dat dat niet zo heel goed in beeld is gekomen. Maar nou ja, ik denk dat jullie met de uitleg erbij en het eindresultaat toch wel eruit moeten komen hoe je het maakt. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En ik laat ook nog mijn outfit zien. Dus het is make-up, haar en outfit. Dus helemaal compleet. En ja, heel erg veel plezier. Ja, het is vandaag best wel lekker weer. En dan gebruik ik liever geen foundation. Dus ik ga vandaag voor BB cream. En ik gebruik deze van Maybelline. Hier zit nog een klein beetje in. Dus ik ga even kijken hoe ver ik kom. En hierin zit SPF 30. Dus je bent gelijk ook beschermd voor de zon. Dus dat is ook heel fijn. Ik breng het gewoon met mijn vingers aan. Vind ik het prettigst. Ja, ik heb zelf wel iets meer dekking nodig. Dus ik ga zo wel nog even goed met een concealer aan de slag. Dit is de Camouflage Cream van Catrice. Ik denk dat velen van jullie die wel kennen. En die gebruik ik voor de plekken waar ik gewoon meer dekking nodig heb. Zo is het wel goed. En BB cream is dus heel fijn in de zomer, maar het nadeel vind ik dat mijn huid in ieder geval vrij snel gaat glimmen. Ik heb een gemengde huid en ik merk gewoon dat die crème-achtige structuur, dat laat het gewoon lekker shinen allemaal. En ja, dat wil ik natuurlijk niet. Dus daarom moet ik het wel echt even goed afpoederen. En ik gebruik altijd deze transparante compactpoeder van Essence All About Matte. Maar zoals je kan zien is hij gebroken. Echt heel onhandig. Maar ik kan hem gewoon nog wel gebruiken. Alleen wordt het steeds echt een enorme rotzooi. Dus met deppende bewegingen, zodat je voorkomt dat je make-up verschuift. Dat het allemaal goed blijft zitten zoals je het hebt opgedaan, want dat wil je natuurlijk. De helft dwarrelt naar beneden, maar dat zal jullie vast ook wel opvallen. Daar hebben we niks aan te doen. En wat ik nu ga doen is mijn wenkbrauwen. Dus ik gebruik dit oogpotlood. Het is een middenbruine kleur. Dat is eigenlijk de lichtste die ze hebben meestal, dus voor blonde mensen. En dan gebruik ik even een transparante gel en deze is van e.l.f. om te zorgen dat het gewoon allemaal blijft zitten zoals het nu zit. Dan pak ik een oogschaduwbasis van Essence. Want ik ga zo oogschaduw opdoen. Ga ik het heel erg simpel houden. Ik wil niet te veel vandaag. Dus ik neem van het Absolute Nude palette van Catrice neem ik deze kleur. Het is een beetje een rozige kleur met een lichte shimmer erin. En die breng ik gewoon over mijn gehele ooglid aan. Oké. En voor iets meer intensiteit ga ik ook nog voor deze kleur van een Essence paletje. Het is eigenlijk dezelfde kleur, maar dan mat. En die dekt gewoon ietsje beter eigenlijk. Dus komt de kleur wat beter uit. Die doe ik er gewoon eroverheen. En dan pak ik deze highlighter. Die breng ik aan in mijn ooghoeken. En ik doe het ook een beetje op het, zeg maar de eerste 1/3 van mijn ooglid. Zodat het mooi overloopt in de roze kleur. En omdat ik het toch wel leuk vind om een beetje diepte te geven aan mijn oogschaduw, kies ik toch nog
ja, een wat donkerder kleurtje voor de crease en de buitenkant. En dat is deze. En dan gaat het zo naar boven in mijn crease. Maar ik hou het echt heel rustig. Ik ga het niet al te druk maken. Zo, en dan wordt het dus blenden. Je wilt natuurlijk geen harde lijnen. Ja, en dan pak ik weer diezelfde highlighter. En die plaats ik hier onder mijn wenkbrauwbot. Ook om te voorkomen dat die lijnen heel hard zijn. Nu zijn we alweer best wel ver. Maar ja, ik wil toch wel iets van een lijntje of zo. Maar niet al te donker. Moet wel natuurlijk blijven. Dus en daarom ga ik gewoon even met dit wenkbrauwpotlood een lijntje trekken. En dat is deze donkerbruine. Nou, boven vind ik het nu eigenlijk al wel goed. Heel subtiel. En dan doe ik het ook nog een beetje naar onder. Maar alleen aan de buitenkant. En dan ga ik voor de Lashes to Kill mascara van Catrice. En dan gaan we nu een beetje vorm in mijn gezicht brengen met een bronzer. Ik gebruik deze van Sephora en dit is echt een hele mooie. En er zit zeg maar een lichtere kleur in, donkerder en ook nog een soort blush kleur. En dan qua blush ga ik voor deze best wel mooie oud roze kleur van Elf. Die breng ik op de appeltjes van mijn wangen aan en dat spreid ik een beetje naar de zijkant uit. Want dan lijkt je gezicht slanker. Nou, dan wil ik nog wel iets op mijn lippen, want dat vind ik leuk. En ik ga voor deze kleur. Flirtatious heet die. En die breng ik heel lichtjes aan, dat die niet zo fel is. Maar een mooi kleurtje achterlaat. Nou, en als laatste wil ik natuurlijk nog wel een glow op mijn wangen, want het is zomer. Eindelijk lekker weer. En ja, wat ik eigenlijk doe is, ik pak deze highlighter van Catrice. En dan gebruik ik gewoon een kwast, deze. En die dep ik erin en dan breng ik hem gewoon aan eigenlijk. Want deze is ook super mooi als highlighter op je wangen. Nou, dan nu mijn haar. Dat is echt nog één grote puinzooi, dus daar moeten we echt wat aan doen. Dus ja, ik moet maar gaan borstelen. Het is best wel warm, dus ik wil mijn haar omhoog. En daarvoor gebruik ik eerst een doorzichtig elastiekje. Kijken waar ik ongeveer wil dat het komt. Hier. Zo. Ga ik weer even door met een borstel door mijn staart heen. En wat ik dan ga doen is heel simpel deze staart vlechten. Gewoon de normale vlecht. Dus je pakt drie delen. En dan pak ik een tweede doorzichtig elastiekje. En die doe ik onderin de vlecht. Dan heb je nog boeienpins nodig. Dus deze bovenste. Een aantal om het zo meteen vast te zetten. Want we gaan het nu in een knotje draaien.
Dus ik draai hem eerst naar achter. Dat is het meest logisch, omdat de staart een beetje naar de andere kant helpt. En dan ga ik dit er gewoon omheen draaien. En met bobbypins zet ik het vast. Zo, en nu ga ik het een beetje wat plukjes eruit halen om het wat speelser te maken. Want ik wil niet zo'n heel stijf kapsel. Dus zo zit mijn haar. Heel schattig knotje. Een vlecht eromheen. En dan heb ik hem een beetje losser getrokken. Ik wil jullie tot slot nog even mijn outfit laten zien. Ik heb een heel leuk blouse-topje-achtig iets aan van de Only of the Viral Moda. Weet ik niet precies, maar echt een prachtige kleur. En deze witte shorts zijn van de Wii. Die heb ik in de sale gekocht. En die heeft hier zo'n heel mooi barok printje. En dat loopt ook door op de achterkant. En dan heb ik gewoon even een oud riempje omgedaan. Die denk ik van de Primark is. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. En tot slot deze bronzen ballerina's van de H&M. En qua sieraden ben ik voor deze veren oorbellen gegaan. Ik doe gewoon een zilveren ring om. Horloge. En dan doe ik nog deze twee zilveren armbandjes om. Nou, dit was dus de complete look. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En stel dat je ook iets gaat nadoen of maken, dan ben ik super benieuwd. Dus dan kun je altijd foto's sturen naar mijn Twitter of Instagram. En die staan in de downbar. En ja, dan kan ik jullie creaties zien. En ik zie jullie snel weer. Doei doei!